Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers. Dat is de titel van het boek waarover dinsdag door auteur Karins Sital Singh in het Nationaal Archief Suriname een presentatie is gehouden. Sital Singh is dochter van Frank Sital Singh en Annemarie Loor en is van huis uit journalist. Haar ouders zijn voor de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland vertrokken. Zij kwam voor het eerst in 2000 naar Suriname. Sital Singh herkende veel van het land door de verhalen die haar ouders hadden verteld. De schrijfster is aan de hand daarvan op zoek gegaan naar het verhaal van haar voorouders, vooral omdat in de loop der generaties de Nederlanders van toen Surinamers zijn geworden. De geschiedenis van de boeroes in vogelvlucht. Het verhaal begint met een ambitieuze dominee. Hij heet Arend van den Brandhof. Hij wilde een soort Pennsylvania in de tropen. Pennsylvania was een kolonie van Britse Quakers in Noord-Amerika. En hij had een artikel gelezen over Suriname en er vielen allemaal kwartjes bij hem. En hij dacht van nou, als ik nou zo'n nederzetting in Suriname opstart met Nederlands hervormde mensen, dan kan ik dan mooi de baas gaan spelen. Hij werd, behalve door een artikel, werd hij ook geïnspireerd door de omstandigheden, door wat hij om zich heen zag. Nederland was arm, heel Europa was arm, oogsten mislukten, mensen hadden niks te eten. Mensen waren ontevreden en trokken weg uit Europa. Er was een grote migratiegolf, veel mensen trokken naar Noord-Amerika. En nou ja, die dingen gecombineerd brachten hem eigenlijk op het idee om zoiets in gang te zetten. Dus die van de Brandhof, die haalde er twee collega's bij. En samen maakten ze een plan. Dat legden ze voor aan de minister van Koloniën en daarna aan de koning. En die waren eigenlijk meteen enthousiast. Nederland had er heel veel belang bij dat er zoveel mogelijk mensen zouden vertrekken. Want nou ja, Nederland was dus heel arm, zoals ik al zei. En veel arme mensen waren afhankelijk van de steun, een soort bijstand. Dus nou ja, hoe meer opgeruimd staat netjes, hoe meer mensen er zouden vertrekken, hoe beter. Karin Sital Singh, schrijfster van het boek Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers. Ze heeft haar boek dinsdag gepresenteerd in het Nationaal Archief Suriname.